Hallo allemaal, hier zijn we weer met Lezen voor de Lijst. Dit keer Kader Abdullah, het huis van de moskee. 2005. Eerst iets over het genre. Wat is het nou precies? Een psychologische roman? Een familieroman misschien? Over de familie van Agadjan? Maar ook een historische roman. Dit is eigenlijk alle drie. Psychologische roman, familieroman en historische roman. Vooral in het tweede deel wordt de geschiedenis van Iran beschreven. Vanaf de tijd van de Shah in de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70. En het verzet tegen die Shah door orthodoxe islamieten. De komst van Ayatollah Khomeini. De strijd met bomaanslagen binnen dat regime. De oorlog met Irak. De komst van Khamenei en Rafsanjani. En dan de periode daarna. Het boek heeft een heel duidelijke boodschap over het Westen en de islam. Die zal ik aan het eind van deze video nog even toelichten. Je vindt een goede samenvatting wat de vele, vele verhalen betreft die erin zitten op scholieren.com. Ik heb er een paar uitgepikt, want het is onmogelijk om in een video van een kwartier alles te behandelen. Dus, daar gaan we. De islam kent in het boek twee gezichten. Een milde islam, sprookjesachtige verhalen, poëtische kant, sensueel, tolerant, verdraagzaam, met aandacht voor bijvoorbeeld opium roken, seksualiteit. Maar het kent ook een heel ander gezicht, dat orthodoxe gezicht, dat gewelddadige gezicht, de gewelddadige kant. De kant van onverdraagzaamheid en executies zonder strafzaak. Die orthodoxie, dat fundamentalisme, komt ergens vandaan. Het was namelijk in het begin gericht tegen het regime van de Shah. Daar kom ik later op terug, want daar hebben wij als Westerlingen heel veel mee te maken, dat die Shah aan de macht kwam. Met name Amerika heeft dat gestimuleerd. In het eerste deel van het boek, de geschiedenis van de familie van Agadjan, beschrijft de schrijver dus die milde islam. Mooie verhalen, er zitten een paar sprookjesachtige verhalen tussen. Denk bijvoorbeeld aan die verhalen over de grootmoeder, de twee grootmoeders, die graag op pelgrimsreis naar Mekka gaan, naar de Kaaba kijken, daaromheen lopen. Dat is een soort heilige plicht voor moslims om op bedevaart te gaan. En die denken, als we 20 jaar bezemen, dan komt de profeet. En de profeet die maakt het voor ons mogelijk om daarheen te gaan. Dat komt die Agadjan te horen, komt hij te weten. En hij zorgt ervoor dat het ook mogelijk wordt voor die grootmoeders. Ze gaan er dan heen, maar ze komen nooit meer terug. Ze zijn in het niets verdwenen, lijkt het. Op een gegeven moment komt er bezoek en zijn er twee lijkzakken die gebracht worden met paarden, met koetsen. Twee lijken in kisten. Maar er zijn geen lijken in die kisten, er zijn alleen maar zakken, ze zijn leeg. Het is een heel mooi verhaal over twee grootmoeders die op de heilige berg in een grot waarschijnlijk verder geleefd hebben tot ze dood zijn gegaan. En in ieder geval verdwenen zijn en nooit meer gezien. Het boek opent ook met een mooi verhaal over mieren. Een mierenplaag bij de moskee die wordt verdreven met rook en met de Koran. De Koran als heilig boek dat ervoor zorgt dat de mieren teruggaan in hun holen. Twee van die voorbeelden van die wereld die in het begin opgeroepen wordt, waar er van fundamentalisme of van geweld of van orthodoxie nog geen sprake is. Agadjan die moet verschillende imams begeleiden en de eerste imam overlijdt al snel en dan komt er een andere. Dus er zijn wel wat moeilijkheden mee, maar het heeft niks te maken met de fundamentalistische, agressieve islam. Het verhaal speelt dus, dat moet je goed realiseren en dan moet je ook even thuis uitzoeken hoe dat precies zit, tegen de achtergrond van de geschiedenis van Iran. En vanaf de periode van de Shah
in de 60er jaren. En ik kan een paar voorbeelden geven van twee. Ik neem twee personen eruit en één, daar kom ik later nog op terug, een van die personen die genoemd wordt. Waardoor ik kan laten zien wat die achtergrond dan met mensen doet. De eerste is Galgal. Hij is de tijdelijke imam. De imam is gestorven en er is behoefte aan een nieuwe. En Galgal die biedt zich aan. En hij rebelleert tegen het regime en de verlichte ideeën van de Sja. De Sja is daardoor de Amerikanen in het zadel geholpen. En ja, nu krijg je een soort verzet. En de orthodoxe islam zie je al komen. Het fundamentalisme gaat al een rol spelen. Hij blijft op een gegeven moment voor langere tijd weg, want hij wordt gezocht door de inlichtingendienst van de Sja. Het is erg gevaarlijk. Inmiddels heeft hij Siddiq zwanger gemaakt, die een mismaakt kind baart. De hagedis, zoals dat heet. En dus hij wordt gezocht door de geheime dienst. En vanwege zijn orthodoxe standpunten en zijn extreme toespraken wordt hij bekend. En als Khomeini dan de macht overneemt, na een opstand die ook uitgebreid beschreven wordt in het boek, hoe dat langzaam steeds erger wordt tegen de Sja, en Khomeini aan de macht komt, vraagt Khomeini: wil jij niet rechter van de islam worden? En dat betekent dat je keiharde vonnissen moet uitspreken tegen allerlei mensen die wel een rol hebben gespeeld in het regime van de Sja. Hij laat allerlei hooggeplaatste figuren dan ook executeren. En hij ziet er niet tegen op om dat binnen 5 minuten te klaren, om zonder enige rechtszaak mensen standrechtelijk te laten doodschieten. Ahmad, de zoon van Zinat, wordt tot 10 jaar cel veroordeeld, omdat hij ook voorkomt in de dossiers van de geheime dienst van de Sja. En hij heeft zich namelijk onmogelijk gemaakt doordat hij opium rookte als imam, die Ahmad, en omdat hij het met vrouwen hield. En daar is hij mee gechanteerd door de inlichtingendienst. Hij zou dan de Ayatollahs moeten bespioneren, daar kwam niet veel van terecht. Maar in ieder geval, hij kwam wel in die dossiers terecht. En zo kwam hij daar tegenover Galgal te staan. Galgal krijgt dan een volgende opdracht. En Khomeini zegt, je moet nu links aanpakken, de linkse oppositie. En die moet je uitroeien. Hij executeert weer een heleboel mensen, waaronder de zoon van Agadjan, Jawad. En zo raakt Agadjan als hoofdpersoon in dit boek zijn zoon kwijt. Hij kan dan, het is een heel dramatisch verhaal, hij kan dan nauwelijks een graf voor zijn zoon vinden, want niemand wil iemand begraven die zeg maar tegen Khomeini heeft, zich tegen Khomeini heeft verzet en niet voor Khomeini is. Dus hij zeult rond met dat lijk een tijd lang, totdat er iemand komt, later blijkt dat een vriend te zijn, die zegt, geef mij hem maar mee, ik zal hem begraven. Maar hij weet dan zelf helemaal niet waar zijn zoon begraven is. Als het tijdperk van Khomeini voorbij is, zit Galgal eigenlijk zonder werk, een beetje cynisch woord in dit geval. Maar ja, hij moet een functie krijgen. En de nieuwe machthebbers die stellen dan voor, wil je niet naar Afghanistan zijn om gaan om daar een soortgelijke functie uit te oefenen. En dat neemt hij aan en hij gaat naar Kabul, naar Afghanistan. En daar trouwt hij ook nog opnieuw met een Afghaanse vrouw, maar Shabal, die gaat hem achteraan na en die vermoordt hem uiteindelijk. Het is wel even belangrijk om te weten, omdat we op die Shabal nog even straks aan het eind terugkomen. Uiteindelijk wordt hij gedood. Shabal laat zijn vrouw in leven, want die heeft immers nergens iets mee te maken, die Afghaanse vrouw. Tweede voorbeeld, dat het tegen de achtergrond van de geschiedenis speelt. Sinat, de vrouw van de imam, heeft een geheime seksuele relatie met de inval-imam Ahmad, als haar man overleden is. Daarna dus heeft ze die seksuele relatie.
Als Khomeini in Parijs nog in ballingschap zit, wordt Zinat, de weduwe van Al-Zubeiri, dus steeds radicaler wat de islam betreft. Daar gaan we weer. Die radicalisering vindt plaats als de Shah nog aan de macht is. En dan langzaam wordt ze steeds radicaler. Ze leidt dan op een gegeven moment zelfs een zedencomité van vrouwen tegen de vrouwenemancipatie. Want daar is ze zwaar tegen. Ze wordt tijdens de periode van de oorlog tussen Iran en Irak een echte vrouwenbeul. Die vrouwen met afwijkende ideeën martelt. Dus dat is nogal wat. Omdat ze jonge vrouwen met een islamiet naar bed laat gaan. Jonge ongetrouwde vrouwen met een islamiet naar bed laat gaan. Wordt ze uiteindelijk, voordat ze geëxecuteerd worden, wordt ze uiteindelijk ook door een verzetsgroep gedood. Ten slotte nog iets over de afloop van het boek. De oorlog tussen Irak en Iran eindigt in 1988, onder de bewind van Khomeini gestart. Hè? Aghajan, de hoofdpersoon, treurt om zijn zoon en met zijn vrouw. Maar als ze hun dorp bezoeken, verontschuldigen de bewoners zich dat ze Jan's zoon geen graf geboden hebben. En heten ze hen wat hartelijk welkom. Er vindt een soort verzoening plaats, die weer bij die mildere islam hoort. Die dus na dat al die andere orthodoxe ayatollahs weg zijn of minder invloed hebben. Hij reist ook nog naar een oude vriend. Die laat hem een waterbron zien en een hele mooie tuin die door die waterbron ontstaan is en aangeplant is. En daarachter in de tuin ligt zijn zoon begraven. Hij is heel erg blij en dankbaar. En hij blijkt verder dat de knecht van zijn vriend Ahmad is. Dat is wel heel apart dat hij die dan toch nog ziet. Ahmad is eerder vrijgelaten door Galgal. En hij is dit dus gaan doen. Hij is een soort werker op het kasteel en het landgoed van die vriend geworden. Wat een weerzien. In het laatste hoofdstuk is er een brief voorgaan met een postzegel met tulpen. En dit is Shabbat. Die schrijver is geworden, Shabbal. En in een andere taal schrijft. Hij stuurt een postzegel met tulpen erop. Zou die uit Nederland komen? Dat is natuurlijk een aanwijzing voor het feit dat die Shabbal de incarnatie is van Kadir Abdollah. Aghajan neemt de brief mee naar het archief van de moskee in de kelder en diep in de kelder en legt hem daar bij ander materiaal. Dan bij andere gegevens die al eeuwenlang worden bijgehouden. Wat is de boodschap nu die in dit boek zit? Nou, ik denk dat je goed moet onthouden dat Kadir Abdollah vindt dat het Westen de Shah heeft geholpen, aan de macht heeft geholpen. En dat hebben ze om twee redenen gedaan. Amerika heeft het om twee redenen gedaan. In de eerste plaats vanwege de geweldige olievoorraden waar ze wel graag deel van wilden hebben, deel van wilden gebruiken. En in de Koude Oorlog, de jaren 60, zagen ze in Iran een uitvalsbasis om de Sovjet-Unie te kunnen aanvallen. En was het dus een soort strategische plaats voor ze. Daarom dachten ze, als we nou een westersgezinde Shah aan de macht brengen en dat land moderniseren, dan helpen wij daar wel bij met dat moderniseren. En daarom heeft die Shah en zijn familie, zijn vrouw Faradiba, zoveel moderne ideeën over vrouwenemancipatie, over een veel lichtere vorm van de islam. En dat heeft radicalisme opgeroepen. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen hun hakken in het zand hebben gezet en een streep hebben getrokken en gezegd, maar hier tot hiertoe en niet verder. En dat heeft radicale krachten opgeroepen. Khomeini, Khamenei, dat soort figuren, die draaien de milde islam de nek om. En het is de schuld van het Westen die tot de radicalisering heeft geleid van Iran. En nou wil Abdollah dus met dit boek sympathie wekken voor die mildere islam. Daar is die
hoofdpersoon is daar een voorbeeld van. Agadjan is iemand die gelijkmatig is, niet fanatiek is, tolerant is, verdraagzaam is, het goede zoekt. Hij is eigenlijk de incarnatie van die mildere vorm van de islam. Maar dat wordt door het Westen eigenlijk zelf verpest, onmogelijk gemaakt. En dat is een historische schuld die het Westen op zich heeft genomen, op zich heeft moeten nemen. Een plattelandsidylle, staat er ergens in de recensie. Plattelandsidylle, die milde islam in het begin, wordt tot een nachtmerrie. Want je ziet dat die hele familie en al die vrienden uit elkaar vallen in voor- en in tegenstanders van die radicalisering. Tot slot, die Shabal zou wel eens de alter ego, het andere ik van Abdullah kunnen zijn. Want en in de roman groeit Shabal op, ziet de opkomst van Galgal, ziet hoe het familieverband uiteengerukt wordt door de voor- en tegenstanders van het fundamentalisme. Hij ziet hoe Agadjan genoodzaakt wordt met het lijk van zijn zoon te zeulen om hem ergens nog te kunnen begraven en bijna geen plek vindt. Dat is autobiografisch, want Abdullah heeft met zijn vader en zijn broer, zijn andere broer, moeten begraven. En toen konden ze ook geen graf vinden voor die jongen. Niemand die wilde dat ze hem daar zouden begraven waar ze hem wilden begraven. Heeft hij dus zelf meegemaakt. En in het boek is Shabal degene die uiteindelijk die Galgal vermoordt. Dat is een vorm van wraak. Nou, dat is zeker niet de bedoeling dat Abdullah daarmee wordt geïdentificeerd. Want de wraak die Abdullah heeft genomen is het schrijven van dit boek. De wraak die hij neemt is dat hij laat zien waar dat fundamentalisme van de islam vandaan komt. En hoe dat iets heel kostbaars en teers heeft kapot gemaakt. Eén opmerking nog. Ik denk dat je rustig mag zeggen dat dit niet het verhaal van één familie is, maar dit het verhaal is van een natie, hè, van het hele Iran, dat verscheurd is, waar mensen in verscheurde gezinnen leven en geleefd hebben, die voor of tegen dat fundamentalisme van de islam zijn. Ik dank jullie weer voor je aandacht. Als je het leuk vond, vind ik het erg leuk om reacties te krijgen. Ik heb er al heel wat binnen. Dat mensen toch, leerlingen het toch leuk vinden of nuttig. Like dan even mijn video of denk erover na om toch je te abonneren op het kanaal. Omdat er nog veel meer video's in de toekomst komen. Elke week wel 2 of 3. En daar is vast wat bij waarvan jij zegt dat wil ik ook graag. Als je ideeën hebt over welke boek ik moet behandelen, moet je me dat even laten weten via de opmerkingen. Ik wens jullie weer een fijne dag en tot ziens.